Buonasera, signore, signorita. Presentate, derde programma, maar zonder ziel en zonder dogma. Vaticano, weer antico, en het concilie, een fiasco, weinig animo. Bang voor risico, dus finito. Buonasera, ecumene werd een trauma, want ad fundum tolerante, dat wordt per saldo irritante. Conferenties permanente, in seculorum argumente, theologen, dialogen, ellebogen. Ergo, ander thema, pizzi, zelfde schema, niet meer van pastoren, solo con amore. Sisi programma con amore, no cardinale, no pastor. Camera obscura, siesta, pyjama, hoop susa en hopla, persona natura. Sisi programma con amore, no cardinale, no pastor. Solo mio incognito, verder eros en libido. Na twee kerkelijke programma's toch nog enkele nieuwe gezichten. Zeker heidenen, ja. Dat scheelt enorm, dames en heren, wat je speelt. Ik zal u vertellen, bij de Lachende Kerk, dan had je hier altijd een hele zaal vol met pastoors en paters. Was dat? Ja, bij het tweede programma kwamen ze allemaal terug met hun vrouwen. En, ja, wie kan nou de kerkelijke ontwikkelingen nog bijhouden? Ik hoorde laatst iemand vragen bij een kiosk. Geef u mij de catechismus van deze week. Ja. Mag u nog wel hartelijk feliciteren met de nieuwe bisschop. Nee, hij zegt, hij is niet conservatief. Ja, ik zie hem nou nog niet de Stimezo-kliniek inwijden, hoor. Dat niet, nee. Ja. Maar ja, een cabaretier kan het allemaal niet bijhouden. Dus ik dacht gauw naar een ander onderwerp. Dan moet ik u zeggen, het is moeilijk om het oude onderwerp los te laten. Dus ja... Bij de generale repetitie van dit programma, toen bemerkten wij dat er toch weer een paar kerkelijke liedjes in zaten. Ik denk, nou, dat is het stomste wat je doen kan. Ander thema aankondigen en dan toch weer kerkelijke liedjes zingen. Dus, hebben we er allemaal uitgegooid. Dat is wel jammer, hoor. Nee, dat is jammer. Het waren hele mooie liedjes. U zult misschien zeggen, wat heb je eruit gegooid? Nou, bijvoorbeeld dit. Er was eens een hemelse dominee, die altijd een preek van de hemel deed. Hij hield elke week zijn hemelse preek, waarin hij dan steeds uit Korintiërs las. O, het leven begint in de hemelen pas. Het menselijk geluk, het menselijk verdriet, de oorlog, de honger, hij zag ze niet. Hij hield elke week zijn hemelse preek. O, luister, gemeente, wat Paulus hier schrijft. De aarde vergaat, maar de hemel die blijft. Ineens werd hij ziek, deze dominee. Men gaf hem nog hoogstens een week of twee. Hij hield in die week voor het laatst weer die preek, maar zei aan het eind nog iets nieuws bovendien. Dan zal ik nu toch eindelijk die hemel zien. Hij stierf en liep dadelijk op Petrus af, die van het balkon af een uitleg gaf. Die ronde planeet
weet u niet hoe die heet? Het aardsparadijs, o, een wonderlijk oord. Het spijt me, zei dominee, nooit van gehoord. Persoonlijk vind ik dat een uitermate stompzinnig apparaat. Dat is de zogenaamde metronoom. Ja? Dat is een ruitenwisser die voor zichzelf is begonnen. Enfin, wij zullen eerst maar de piano stemmen. Enfin, dit is geen piano, dit is de gemeentelijke pedaalemmer. Oh, vertel u mij maar niets over kwaliteiten van piano's. Hè? Ik heb piano's gestemd van praktisch alle nationaliteiten. Hè? Althans, nationaliteiten waar stemrecht is. Hè? Ja, dat is nog zeer verschillend. Hè? Neem de Zuid-Afrikaanse piano. Daar is wel stemrecht, maar ja, men laat alleen de blanke toetsen stemmen. Hè? Ja. En dan verbaast men zich dat de zwarte op den duur ontstemd raken. Hè? Ja. En neem de Nederlandse piano. Bij de Nederlandse piano, daar weet men vaak niet, ja, moet men nu rechts stemmen of moet men links stemmen? Hè? Aber hoe men ook stemt, de aanslag blijft even hard. Eerst maar de noodtoestand bekijken. Ja, dit is namelijk de piano van mevrouw die hier woont. Mevrouw, ze heeft levenslang heeft zij gezeten in de kunst met een grote K. En tenslotte is ze dan zelf een grote K geworden. Oerconservatieve vrouw. Veel te lang op het conservatorium blijven hangen. Ja, ze is daar begonnen als sopraan. Nou ja, als een mens oud wordt. Hè? Dan zingt men vanzelf een toontje lager. En dan zit ze maar achter het klavier. En dan zegt ze, stemmer, dat is toch jammer als men amateur is. Hè? Men krijgt ja nooit applaus. Ik zeg, mevrouw, u trekt het toilet door, u hebt 3 minuten geruis. En een huwelijk als die mensen hebben, een huwelijk werkelijk om op te schieten. Hè? Die man en die vrouw, hè, die offeren zich gans voor elkaar op. Oh, dat loopt altijd fout af, let op mijn woorden. Hè. Zo'n man eet graag om 5 uur, maar zij eet dan wel liever om 7 uur. Nou goed, daar eten ze om 6 uur, dan hebben ze allebei de pest in. Ja. Die man heeft mij toevertrouwd. Hij zegt, mijn vrouw is natuurlijk een lotje uit de loterij, maar het is een nietje. Ja. En altijd ruzie, niet? Ruzie en oneenigheid. Hè? Dan zegt ze, ja, maar man, waarom hoest jij altijd? Uitgerekend als ik tegen jou praat. Hij zegt, ja, wanneer zal men dan hoesten? Ik was daar zelf bij, daar kwam hier een man aan de deur, ne, met een bosje bloemen. He, en hij zegt, mag ik u deze bloemen aanbieden voor uw vrouw? Hij zegt, zeker, dat is geen gekke ruil. Ja. Oh. Oh, als stemmer leert men de mensen kennen. He. Want ik moet u zeggen, mensen met een piano zijn altijd interessante mensen. He. Mensen zonder piano zijn niet interessant. He. Daar kom ik ook nooit. En als stemmer, ja, men komt natuurlijk bij alle soorten mensen. Men komt bij bejaarden. Hm? Men komt bij jonge mensen. Ik heb hier naast een piano gestemd bij een pasgetrouwd stel. Hm? Ja, wat is dat tegenwoordig nog niet, pasgetrouwd? Enfin, die mensen eten nu ook samen. Hè? Ja, het is omslachtig dat men daar eerst voor naar het stadhuis moet. Ja. Aber, ja, dat weet de buitenstaander niet. Aber een pianostemmer is altijd het klachtenboek van mevrouw. Altijd verhalen over, oh stemmer, ja. Men komt daar op een uur, meneer is niet thuis. En mevrouw zegt, stemmer, neem me niet kwalijk. Stof op de vleugel, niet. Maar wij kunnen geen hulp krijgen. Wij hadden een werkster. Aber de werkster bleek volkomen asociaal te zijn. Ik zeg, mevrouw, waar ziet men dat aan? Ja, zijn werkster asociaal is, hè? Ja, ze praten 3/4 van de tijd. Ik zeg, mevrouw, probeer maar een sociale werkster, die praat 4/4 van de tijd.
Ja. Oosterma, zulke verhalen, ja. Wij hadden een meisje in de huishouding. Maar het meisje heeft ontslag genomen, want ze was in positie. Ja, mevrouw denkt, wat moet je doen in zo'n geval? Nee? Mevrouw zegt, zo'n huishoudelijk meisje krijgt nooit meer terug. Dat kind, dat stond 's morgens op met een ragebol. En er was nog tot diep in de nacht aan de schwabber. Waar vindt men dat nog? Dus mevrouw zegt, lieve kind, maak je nog geen zorgen. Jij blijft bij ons in huis wonen. We hebben nog een zolderkamertje op de vliering. En jij blijft hier wonen. De baby komt hier ter wereld. En wij zullen dat kindje wel adopteren. Mevrouw, wat doet men al niet om een goede hulp te behouden? Maar een jaar later, weer ontslag. Weer in positie. En mevrouw strijkt nog eenmaal met de hand over het humanistisch hart. En de tweede baby wordt in die familie liefderijk opgenomen. Maar een jaar later weer ontslag vragen. Mevrouw schrikt zich dood en zegt, is dat dan toch? Toch niet weer in positie. Hoe nu is het dat meisje? Nu niet. Maar ja, gezin met twee kleine kinderen wordt mij wat druk. Het gaat mij niet om het feit, het gaat om de mentaliteit. De mensen maken van het huwelijk een poortje. Ik kom ergens, dat is een man, en heb de volgende theorie. Die zegt, luister goed naar mij, zegt hij. Kijk eens hier. Het is zo, de eerste vrouw, niet, is damals genomen uit een rib van de man. Goed. Hij zegt, daar heeft dus volgens de Bijbel en volgens de natuur ieder man recht op even zoveel vrouwen als hij ribben heeft. Ik heb gezegd, gaat uw gang maar niet. 7 paar ware vrouwen, 3 paar zwevende en 2 paar valse. Ja, maar er zijn nog wel monogame huwelijken natuurlijk. Ja, er zijn ook stereogame huwelijken. En de stereogame zijn ook mono-afspielbaar. Kijk verwonderd. Ik kom ergens. Ik kan verhalen vertellen. Ik kom ergens, daar heet de vrouw, die heet Olieslades. Het zoontje, dat heet Vermeulen. En dat dochtertje, dat heet Van Beek. Ik zeg, meneer, wat is hier los? Hij zegt, ja, mijn naam is Haas. Men kan erom lachen niet, maar trouw. Trouw was vroeger nog een begrip, niet waar? En tegenwoordig, ochtendblad. Ja, ik wil, was damals toch een dure belofte, niet? En tegenwoordig, een musical. Ik zal er niet naartoe gaan. Als ik ooit ga, ga ik gewoon naar de opera. Ik heb pas nog gezien de Faust. Van Duis. Is dat nog? Of als ik uitga, wil ik lachen. Ik ben onlangs naar Pepijn geweest, maar dat is verschrikkelijk lach. Ik was daar niet alleen, maar ik was daar met mijn weduwe. Maar die vrouw, die heeft ook verschrikkelijk... Het klinkt merkwaardig natuurlijk, ja. Ja, dat is een vriendin van mij, dat is de weduwe van Nelle. Drinkt er wel koffie en thee en zo. Maar die vrouw heeft zo genoten, daar achteraf... heeft zij de moeite genomen om mij een brief te schrijven. Dat heb ik altijd toch bewaard, nee? Daar schrijft zij mij, om te bedanken, hier schrijft zij, waarde stemmer, naar aanleiding van de avond die wij samen enzovoort. Hè. Hier schrijft zij letterlijk, ik ben nu 2 jaar weduwe, maar sinds de dood van mijn man heb ik niet zo gelachen. Schrijft zij. Ja, men moet daar niet te lang op doordenken. Ja. Nou, meneer Oudhoff, de stoel is nog warm. Maar ik zal u vertellen, het huwelijk, dat is voor mij een spelletje liefhebben met hindernissen. Ja, dat komt in ieder mens in 1 kapotte snaar. En de vrouw is speciaal vergelijkbaar met een piano. Waar zij altijd stemt en onstemt. Dat is een zeer diepe gedachte. Is ook niet van mezelf, het is van Philip Telemann. Nou, Philip Telemann is een oude componist, ja, van 2 eeuwen geleden. En die man schrijft aan de lopende band fluitsonates niet. Maar in de vrije tijd, daar heeft hij ook liederen geschreven. En een van die liederen heet Das Frauenzimmer. En dat betekent in het Duits ook de vrouw op zich, hè? Het vrouwmens, hè? Zou wij zeggen. Maar daar zegt hij het volgende. In dat lied zegt hij, Das Frauenzimmer
verstimmt sich immer nach Luft und Wind. Hm? Drum, tja. Ach, meneer Spiel, bitte. Da können wir weiter sehen. Alsjeblieft von vorne an. Ja? Das Frauenzimmer verstimmt sich immer nach Luft und Wind, nach Luft und Wind. Drum schade für die Männer, die keine rechten Kenner von Stimmen sind. Die meisten Männer sind schlechten Kenner von Melodie, von Melodie. Drum schade für die Frauen, die innen sich vertrauen zur Harmonie. Telemann, twee eeuwen geleden, dank u. Ja, dat is waar. De man heeft gelijk, niet? Daar is de NVSH nog nauwelijks aan toe. Is toch waar? Een vrouw is toch vergelijkbaar met een piano, niet? Ze kan dan nog zo fijn besnaagd zijn. Toch als daar niet goed op gespeeld wordt. Also, ieder man is als een pianostemmer, ne? Die heeft de zorg dat zijn vrouw goed gestemd is. Anders wordt zij vals. Een vrouw en piano, dat is altijd vergelijkbaar. Hoe vaak zegt men niet juist van buiten? Van buiten een prachtig meubel. Maar ja. Daar blijkt dan vaak nog de minste muziek in te zitten. En wat moet men dan doen? Ja, men kan natuurlijk op een akkoordje gooien, natuurlijk. Ja. Ja. Of men kan de finale afwachten. Ik zeg altijd de mollen onder de grond en de kruisen er bovenop. Maar het ganse vrouwenleven, dat ziet men zich afspelen in drie toonaarden. Hè? Wat eenmaal begonnen was als B, als BB. Dat eindigt als Bes. En dat gaat tenslotte over in As. Niet gegoocheld. Nee, dat heb je altijd. Mensen die denken, oh, er komt iemand met een hoge hoed het toneel op, daar komt dadelijk een konijn uit. Maar dat vind ik nou zo vreselijk flauw. Een konijn uit een hoge hoed, dat slaat toch nergens op. Het verwondert mij ook nooit. Hè? Moet u bij ons thuis komen, dat is wonderlijk. Bij ons thuis, hè, daar komt een konijn uit een konijn. Ja. Ja. Daar kun je niet tegenop goochelen. Dames en heren, het lag voor de hand dat er na de vrome periode ook eens een iets wat pikanter liedje gezongen zou worden. Ik heb mij tenslotte lang genoeg ingehouden. Nou, als het niet door de beugel kan, mag u het zeggen hoor. Want wat doen wij tegenwoordig als iets niet door de beugel kan? Vroeger dan zei je, nou ja, het kan niet door de beugel, dus het gaat niet door. Hè? Als tegenwoordig iets niet door de beugel kan, dan zeggen we, nou ja, dan zal de beugel te klein zijn. U zult het niet willen geloven, maar soms sta je ergens te spelen en dan denk je, nou, de heren worden vriendelijk bedankt. Dit is shocking, dat is tegen het zere been, dat kan niet. Nou ja, wat doe je in je zwakheid? Je laat het weg. Ja, dan wordt zo'n voorstelling korter. Daar hebben we iets op gevonden inmiddels. Dan gaan wij altijd de pauze verlengen. Ja, dus, ja, dan gaan we een pauze oprekken. Hè. Dus hoe meer je weglaat, hoe langer die pauze. Gorkum, Gorkum, anderhalf uur pauze gehad, mevrouw. Ja. Ja, en zo'n bos blommen aan het eind, uit dankbaarheid. Niet van de ridder, van het buffet. Ja. Ja. Nee, maar eerlijk waar, dat kan tegenwoordig zo wat niks. Je hebt zo'n proces verbaal in je beroep, zeg. Neemt u nou de middeleeuwse minnepoëzie. Nou, dat ligt er niet om, hoor. Mijn hemel, als je dat leest, zeg. Het schaamrood stijgt je in de kaken. Werkelijk waar. Ik vind als ze pornografie in beslag nemen, dan moeten ze wel aan het begin beginnen. Vind u niet? Ja, maar het is geen pornografie. Weet u waarom niet? De auteur is dood. Ja. De pornograaf is overleden. Ja. Ja, dan mag het onderwezen worden op scholen met een Bijbel. Ja, de politie leest het wel door, hoor. Maar die zegt, ja, het is een beetje ander taaltje, dus het zal wel niet letterlijk bedoeld zijn. Nou, vergeet het maar. Ik denk, nou, als de zaken zo gesteld zijn, dan gaan wij, Frans Houten van ik, kunnen we lekker de wet ontduiken. Hebben we als de bliksem gemaakt een middeleeuws lied. Mien heet gebakerd maagdekien met haar sneeuwwit velleke. Dat kwam eens in een lentenacht in mien hotelleke.
Als ik bij mijn liefden ga, halleluja, in gloria, zien we nooit een dubio, halleluja, in jubilo. Daar lag dat poezelmachtige kind, al in mijn beddekin. Ik kuste haar ledekens, oot was bij maneschien. Als ik bij mijn liefken ga, halleluja, in gloria, zien we nooit een dubio, halleluja, in jubilo. Wie maakten veel plezanten, wie hadden grote gien, en sliepen bij elkander tot 's morgens 9:30. Als ik bij mijn liefken ga, halleluja, in gloria, zien we nooit een dubio, halleluja, in jubilo. Nu zien we lang gehouden gelukt, met kinders al zo wel. Toch zeg ik tot mijn dochterkien aangaande het hotel. Als je bij je liefje gaat, pas toch op voor de gloria. Blijf maar steeds in dubio, pas toch op voor de jubilo. Dank u wel, waarde familie. Zo dadelijk gaat dus ons bruidspaar dus de woning binnenkomen en dan zullen wij dus gaan zingen uit de feestgids, dus op pagina 2, dus wat tante Marie dus heeft geschreven en wat dus door oom Bernard is gestenseld in de basentijd. Toen onze bruid een bruidje was, was ze aardig om te zien. Nu trouwt ze alle dagen en geldig bovendien. Zie, ginds komt de huwelijkstoet van Jan van der Laan. Hij trouwde met Maria Conee Petronella. Ik zie haar al gaan. Hoe huppelt het bruidspaard het dek op en neer. Hoe waaien haar wimpers alleen en alweer. Daar wordt voor de kerk getrouwd, plechtig en duur getrouwd. Daar wordt voor de kerk getrouwd, waarom zou dat zijn? Niemand die gelooft nog wat, enkelt oom Piet nog wat. Daar wordt voor oom Piet getrouwd, dat zal het wel zijn. Wat ontbreekt aan het huwelijksleven, Faria? Oh, dat is al genoeg. Ja, dat is al genoeg. Ja. Soms 12 coupletten. No. Oh ja, nog even het lied. Als de bruidegom 50 jaar wordt, ja? Kom vrienden in den ronde, het zij jong, het zij oud. Want Bart al 3 weduwnaar, die is vandaag hertrouwd. Zolang de hemel toe blijft slaan, doet hij het ook, hij past zich aan. Ter lierel om trala, van links om rechts omdraait onze Bart door het roeren van zijn hart. Waarde familie. Inderdaad, daar staan er weer 2 voor aap. Ja, wij snappen ook niet hoor, dat je in dit land altijd moet trouwen in klederdracht. We hadden graag beschaafd gekleed voor u verschenen vanavond. Ja, ja, gekleed in een aardige trui of zo. Een paarse trui, ja. Maar ja, toen dat bekend werd, brak de hel los. Vader zei, dat zal moeder niet overleven. Moeder overleeft de laatste tijd vaak iets niet. Ja, wat moet je dan in zo'n generatieconflict, hè? Dan moet de jongste maar weer de wijste wezen. Dus. Wij maar niet getrouwd in het paars. Maar wij zijn toch nog keurig netjes getrouwd in het wit. Nou ja, gebroken wit, hoor. Het zogenaamde grauwsluier.
Meneer Van Dijk, tegen wie ik vandaag vader mag zeggen. Het is alweer een jaar of vier geleden, meneer vader Van Dijk, dat u Nettie en mij voor het eerst betrapte achter het kolenhok. Nou, ik zou u toch graag postuum meedelen wat wij daar nou deden. Dat was nou echt niet om over naar huis te schrijven. Ik bedoel, dat hebben we ook nooit gedaan trouwens. Nee, wij waren nog heel pril. Nettie had toen nog nooit een man gekust. En ik ook niet, dus jij? Nee. Maar u was enorm kwaad, hè? Ik zie u nog staan van, ik zal je leren mijn dochter te kussen. Nou, als u het doen wilt, graag. Lieve familie, hartelijk dank voor de mooie cadeaus. Wie? Ja, oom Hans en tante Agnes. Hartelijk dank voor de prachtige elektrische sinaasappelpers. Met hulpstuk. Dat is heel handig, 25 sinaasappelen in 13 seconden. Dan heb je een kwartier nodig om hem weer schoon te maken. Ja. Lieve mensen, nog één mededeling. En dan gaan we echt, nu het ouderlijk huis verlaten. We gaan per sabena naar een onbekende bestemming. We hebben daar een bruidssuite gereserveerd voor een chique prijs. Dus je kunt ervan op aan, dat wordt in ieder geval een dure liefhebberij. Ja, dat is wel een beetje een noodoplossing. Ja. Ja, dus eerst zei ze, neem er een echte actrice bij, verkleed die mooi als bruid en kom daar het toneel mee op. Maar dat is niet te tillen. Hè? Ja. En om met een lichte vrouw naar Rotterdam te komen, vind ik ook weer een... een beetje water naar de zee dragen. Ja. Ja. Maar ze vragen altijd, hoe kom je nou aan zo'n mooie bruidspop? Dat zal ik u vertellen, kun je gewoon op de supermarkt krijgen. Ja, gewoon op de supermarkt krijgen. Om met Freud te spreken, een bruid van Albert Heijn, dat is een aha-erlebnis. Nou, ze praten al over supermarkten, over huwelijksmarkten. Daar praten ze al over. Dus misschien wordt het ooit zover dat je gewoon je vrouw gaat uitzoeken op een supermarkt. Of de dames gaan zich een heer uitzoeken in een soort mannendump. Een soort maagdenhuis voor heren. Wat? Geen harem, nee, een zijnem. Ja. Nou, een showroom voor heren. Allemaal mannen achter tralies, zeg, keurig gekamd en geschoren. Kijkt je met de bloedgroep voor op de kooi. En de mevrouw loopt er langs. Met de verkoopster. En de verkoopster zegt, mevrouw, wat u daar ziet, is Willem. Willem, ga eens even staan, jong. Kan mevrouw je beter zien. Mevrouw Willem is een moordfant in één woord. Het is werkelijk enig met kinderen, mevrouw. Het is een beetje de wilde kant. Maar ja, als hij niet bevalt, u kunt hem altijd ruilen, mevrouw. Ja. Als u de kassabon zou willen bewaren, mevrouw, ga. Ja. Die blonde mevrouw, is dat iets voor u? George? Oh, mevrouw, dat is een jongen uit een keurige familie, werkelijk. En het is een hele voordelige man. Hij is deze week in de reclame, mevrouw. Ja. Was het voor uzelf of om cadeau te geven, mevrouw? Oh, in dat geval maakt u misschien gebruik van onze tijdelijke inruilpremie, mevrouw. 50 gulden terug voor uw oude man, ja. Ongeacht het bouwjaar, natuurlijk. Mevrouw, ik zal u zeggen, George is een van de huishoudelijkste mannen van de hele collectie. Het is ook de enige die is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. En dan met die man naar huis, zeg. Onder je arm. Het prijsje eraf. Het wasvoorschrift erbij. Hè? En natuurlijk ook het certificaat van zeer goed voorgelegd. Hè? Dan, het moet wel hoor, tegenwoordig. Ja, vroeger was het niet nodig. Vroeger werd er helemaal niet voorgelegd. En alles is gewoon doorgegaan, zoals u ziet. Ja, er zal toch niemand zijn die er niet is. Nee, maar het is toch waar. Vroeger werd er toch helemaal niet voorgelegd. Vroeger zei ze gewoon tegen de bruid, doe maar alles wat Jan zegt. En tegen Jan zei ze niks. Ik heb het alles eerder gezegd. Als je vroeger wou weten hoe bloot de mensen eruit zagen, nou, dan was je toch al verplicht je te abonneren op een missie- of zendingsblad. Daar stonden dezelfde foto's in als in de lach, maar dan de negatiefjes. Ja. Ja, maar het is echt waar. Er was vroeger helemaal geen voorlichting. En ik moet u vertellen, toen ik klein was, heb ik het historische moment meegemaakt. Hè, dat na eeuwenlang geen voorlichting, die voorlichting weer zo'n beetje op gang kwam. Hè. Ja, net op tijd voor mij. Het was wel nog een beetje primitief, hoor. Ik heb het eerste bedrijf meegemaakt. Ja. Het eerste bedrijf van de voorlichting was zo, je mocht weer vragen stellen. Zo begon het.
Ik kreeg nog geen antwoord, dat niet. Nee, ik kreeg geen antwoord. Ik weet nog wel, dan vroeg je als kind, argeloos, hoe was je, hè? Vroeg je van, waarom worden de kindertjes door moeder gevoed? Dan zei ze, ja, vader hebt toch al zoveel aan zijn hoofd, hè? Nou, u mag het best weer. Bij ons thuis, hè? Dan zeiden wij als kinderen onder elkaar, hè? Dan zeiden we altijd, nou, als vader voor ligt, dan kan je toch merken dat hij achter ligt. Nou. En op school werd je ook geen draadwijzer, hè? De Nederlandse scholen zijn geheel gesteriliseerd. Ja, neem nou de menskundeboeken. Die tekenaars houden altijd op als het leuk wordt, zou ik maar zeggen. Je ziet nergens rarere mensen dan in menskundeboeken. Nee, en neem de dierkundeles, ook geen woord hoor. Want ik heb zelf nog in de dierkundeles, heb ik nog de vraag gesteld. Namens de klas, dus met zo'n kop. Waar komen de kalfjes vandaan? Antwoord uit de oude koe. Ik zei, waar komen de oude koeien vandaan? Die kwam uit de sloot, mevrouw. Maar die... huh? Ja, achteraf zit je erom te lachen, maar het was toch wel een rare tijd, hoor. Het was een hele benauwde tijd, hoor. Ik ben blij dat u er allemaal zo gaaf uit vandaag gekomen bent. Nu, het had al best kunnen zijn dat u was blijven hangen aan een of ander taboe of zoiets. Ja, vroeger stikte het van de taboes. Waar je om je heen kijkt, overal taboes. Hè? Taboes. Ja. Iemand die nog weet wat dat waren? Taboes. Ja. Dat is iets van vroeger. Hè? Ja, waren sommige dingen verboden. Ja. Trouwens, ik zeg altijd, vroeger was alles verboden. Behalve wat mocht, en dat was verplicht. Ja, maar alles was toch verboden? Ik zeg altijd, mensen die uit die tijd komen, hè? Ach, die hebben toch eigenlijk nog een tegoedbon, vindt u niet? Ja. Want dan mocht eigenlijk niks, hè? En het gekke was, dat heb ik ook nooit begrepen, maar je mocht vroeger dan niet alleen de dingen niet doen. Misschien nog te daar aan toe, anders werd het misschien een bende, maar je mocht ze ook niet zeggen. Zeggen was even erg als doen, weet u nog? Ja, als je vroeger een onschuldig woord als homoseksualiteit of zo, hè, hardop uitsprak, zeg, was je alleen daarom al verdoemd? Ja. En hoe is het tegenwoordig? Je zoon komt thuis. Ik heb me verloofd. Ik zeg, kerel, proficiat, we jong of een meisje. Ja, als je vroeger met nu gaat vergelijken, de haren reizen je te bergen. Nee, als je nog toch vroeger thuis kwam als kind, hè? Met een boekie van de NVSH, met dubieuze plaatjes, dan kreeg je toch een standje. Tegenwoordig staan die standjes in dat boekje. En dan denk je, nou, de overheid zal wel ingrijpen, hè? Maar de overheid grijpt helemaal niet in, hoor. Ja, zo naïef ben ik dan nog om dat te denken. Maar die moet er alles aan, zeg. Die moet er alles aan. Die zegt, kom aan, jongens, hang ze maar op, hoor. Automaten met voorbehoedmiddelen, ga je gang maar. Ja, automaten met voorbehoedmiddelen. Ik heb er alleen zien hangen. Nou, die was een beetje defect. Ik denk, nou, dat begint alweer goed. Niet geprobeerd, er stond iets op van kapot. Ik denk, nou ja, kan niet. Nee, de overheid doet niks, hoor. Het enige wat de overheid nog doet, is volkstellingen houden. Ja. Nou, ik weet al wat ik ga invullen. Achter geslacht zet ik ja, komt de vijand, denk ik, oh, die hebben we gehad. Ja. Ja. Nee, maar ik wou zeggen, daar, sorry. Ik wou zeggen, niet alleen de jonge generatie, hè, wordt veel vrijer in al deze zaken. Maar wij toch ook? U niet? Ik word met de dag vrijer, zeg. Ja. Nee, maar soms denk ik, hoe moet dat aflopen, zeg? Op laatst voel je zo vrij, dan beklemt het je helemaal of zo. Nee, laatste. Nee, maar u moest eens weten wat ik in mijn vrije tijd allemaal... allemaal wou. Ik wou dat ik een filmster was. Nee, niet om de miljoenen. Maar dan mag je in zo'n liefdesfilm de liefste sterren zoenen. Was het zo hartstochtelijk genoeg, meneer Oswald Kolle, ja? Anders komen we vanavond terug, net zolang tot het goed is, hoor. Ik zoende voor mijn boterham 2 uur haar volle lippen. En wordt zo'n scène veel te lang... Kunnen ze hem toch knippen?
En later, in meneer Cliché, een heel pikante scène. Daar maak ik iets geweldigs van. Heel zwoel en zonder gêne. En dan mag het wel. En dan moet het zelfs. En je doet het ook niet stiekem. Want is zo'n film eenmaal klaar, dan ziet toch Jan publieken. Dan zeggen ze, wat speelt hij goed. Die scène in dat bed, zeg. Verdomd, die heeft talent, dat jongen. Je snapt niet hoe die het redt. Misschien dat ik al dus geschoold zo'n filmster mocht trouwen. Of zou dan onze minnekunst de eerste nacht verflauwen? Want als ik dan iets liefs wou doen, lag zij mij aan te gapen. We zijn nou toch niet in een studio. Ga nou maar lekker slapen. Nee, maak je nog niet ongerust. Ik kom even van bij het kraambed zit ik te werken. Ik zag net tegen mevrouw, waarom is er geen kraamverzorgster besteld? Maar die schijnt dan weer wel besteld te zijn. Wanneer is die kraamverzorgster besteld, mevrouw? 3 maanden van tevoren. Dat is te laat, hè? Dat moet tegenwoordig 10 maanden van tevoren, mevrouw. Dan zijn die zusters allemaal besproken, dat begrijpt u toch zeker wel. Nou, dat is alweer de 3e bevalling in 14 dagen. Dat is nog heel wat heuvel tegenwoordig. Vroeger dan zat je als huisarts, zat je praktisch elke nacht ergens anders te werken, zeg. Maar ja, de gezinnen waren groter, ik vertel niks nieuws. Ik weet het nog wel, de familie De Boer, die mensen hadden toch maar even 17 kinderen, zeg. Ja, ik gaf alles een hint, maar De Boer, hij plantte voort. Ja, dat is een respectabele prestatie, hoor. Eerst een Marietje, toen kwam er een Henny, toen kwam er een Guusje, toen kwam er een Harry. Enfin, tenslotte kregen ze een Oscar. En, ja. 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 Nou, bij de bevalling stuur ik meneer altijd met de deur uit. Ik dacht, die man die krijgt zoveel routine. Zo. Volgende keer hebben ze mij niet meer nodig. Ik zo de pest dan aan de medische doe het zelf. Dat neemt hand over hand toe. Hè. Medische doe het zelf. Ja. Ik vind dat. Ik heb tegenwoordig patiënten die bestaan het om te overlijden zonder medische hulp. Ik vind het levensgevaarlijk. Ja, tegenwoordig heb je weer andere perikelen. Nou zitten ze weer op je spreekuur voor anticonceptionele tabletten. Van, dokter, geef mij een ovulatieremmer. Ik zeg, het is geen auto-onderdeel, dat weet u toch. En eindeloos gesabbel of je dan in mindering kan brengen voor de inkomstenbelasting. Ik zeg altijd, nou, u trekt de buitengewone lasten maar af bij de buitengewone lusten. Buitengewone lasten, hè. Nee, maar dat is toch waar, zeg. Ik ben toch geen belastingconsulent? Was dat toch een flauwekul? Ik zit wel eens te denken, wat is er nou van het hele beroep van huisarts nog over? Vroeger, dan werd je toch behandeld of je god weet wie was, hè? Of je van adel was, zeg. En er waren er ook, wij kwamen uit het geslacht van de Medici. Ja, maar tegenwoordig is een huisarts niks bijzonders meer, zeg. En hoe komt dat? Ja, Jan en Alleman wordt dokter, hè? Mensen worden er doodziek van. Nou, ik heb een heel frappant voorbeeld. Dat dus speelt zich af in mijn praktijk, zo'n paar weken geleden. Dan belt mijn mevrouw op, een wildvreemde mevrouw. En die zegt, dokter, moet je eens luisteren. Mijn man, die heeft wernvoorstellingen. Die verbeeldt zich een dokter te zijn. Ik zeg, ja, mevrouw, moet je niet mee opbellen? Bel je eigen huisarts, hè? Ze zegt, ja, maar die kan hem niet helpen, want die heeft hetzelfde. Mevrouw, dat zijn die beunhazen. Jonge doktoren die de patiënten behandelen voor longontsteking en die mensen gaan de pijp uit een blinde darm, zeg. Dat zou bij mij niet gebeuren. Als ik iemand behandel voor longontsteking, overlijdt hij ook aan longontsteking. Ja. Beunhazen, ik meen het werkelijk. Met leesbare recepten. Vind je dat niet belachelijk? Zeg? Dat is toch nergens goed voor. Een recept moet helemaal niet leesbaar zijn. Nee, dat is nergens. Een patiënt van mij, hè, die is met een recept van mij 3 weken lang gratis het gemeentemuseum binnengewandeld.
Ja, ik laat de jongelui maar aandokteren. Ze zullen er vanzelf achter komen dat huis achter een rotvak is. Je rent je toch gek om aan de kost te komen. Het maakt de ene visite naar de andere om een beetje een honorarium te halen. En hoe vaak kom je niet ergens dat je denkt, nou, hè? Ik had geen 10 minuten later moeten zijn. Zo. Was de man alweer beter geweest. Ik heb ook nooit huisarts willen worden. Ik had verdomd graag willen specialiseren. Maar mijn collega zei je destijds, doe dat toch niet. Jij praat voor specialist niet bekakt genoeg. Nou ja, dat betekent. Nou, om nou speciaal spraakles te gaan nemen. Nee, ik had nog even zitten denken in mijn studententijd namelijk aan zenuwartsen. Nou, ik ben achteraf dan wel blij dat dat niet doorgegaan is. Want ik heb een collega en die is dan zenuwarts geworden. Ik sprak hem laatst op een lunch, maar die is zelf goed over zijn toer. Hij zegt, ik geloof dat ik nou een stadium ben dat ik zelf een psychiater zal moeten raadplegen. Ik zeg, joh. Kan je in zo'n geval niet naar je eigen? Hè? Hij zegt, het kan wel, maar wie zal het betalen? Nee, als je het nou weet, wat, ik had eigenlijk huidarts willen worden. Huidarts. Dat is een heel mooi vak, weet je dat? Dat is ook logisch dat het een mooi vak is, hoor. Dat vind ik dermate logisch dat het een mooi vak is. Ja. Nee, maar kijk, de patiënten van een huidarts... Hè? Die mensen zijn altijd tevreden namelijk, hè? Wat wil je nou? Die worden ook op hun wenken bediend, neem me niet kwalijk. Die hebben de uitslag al voor het onderzoek. Ja, ik vind het ook een vak met toekomst. Hè? Nee, maar denk nou eens even aan die astronauten. Nu niet die jongens die naar die maan heen en weer pendelen. Ik bedoel, dat is medisch niet interessant gebleken. Dat is geen bacterie vandaan te krijgen. Dat is voor een huidarts niks te verdienen. Maar als die astronauten straks terugkomen van Venus... met de ziektes die ze daar hebben opgenomen. Nee, maar ik meen het hoor. Ik vind huisarts is echt een beetje een rotvak. Ik vind het zo ondankbaar, hè? Je vist altijd achter het net. Ik bedoel, wat je beoogt, dat komt niet uit. Ik bedoel, wat beoog je? Nou ja, de instandhouding van de patiënt. Ja. Je geneest de mensen tot ze er beneden vallen, zal ik maar zeggen. Ja, daar moet je eens over nadenken. Iedere huisarts is aan de grond van de zaak een condolerend geneesheer. Nou ja, je kan niet somber zijn. Ik ben ervan overtuigd. We vinden hier nog iets op, hoor. We hebben tenslotte al een tablet dat je niet geboren wordt, dus het andere is al spoedig vol. Nou, de gekste dingen gebeuren in mijn praktijk, zeg, in het kleine gebeuren onverwachte zaken. Dat vorige week heb ik voor het eerst in een jarenlange praktijk, zeg, heb ik in de spreekkamer gehad voor het allereerst. Zo'n dame, hoe zeg ik dat nog netjes? Zo'n dame uit de publieke werken, zal ik maar zeggen. Ja. Een dame uit de public relations. Ja, dat vind ik zo'n vage branche. Hè? Zal dit ook wel ondervallen. Ik heb een enorme belangstelling, moet ik even tussendoor vertellen, voor beroepskeuze. Daar heb ik ook nog over uit mijn studententijd. Ik vraag al mijn patiënten, op een gegeven moment vraag ik, wat boeit jou nou in jouw beroep? Hè? Ik denk, nou laat ik het haar ook vragen. Dat heb ik ook gedaan, maar ik heb het niet zo gelukkig geformuleerd, geloof ik. Want ik vroeg, ja, wat trekt u nou aan in dit beroep? En toen zei ze niks. Ja. Of een, ieder mens blundert wel eens tenslotte. En ik denk nou gauw over tot de orde van de dag. Dus ik zeg, lieve kind, vertel eens, wat zijn de klachten? Ze zegt, dokter, ik ben de laatste tijd zo verschrikkelijk moe. Ik zeg, nou, dan weet ik goede raad. Ik zeg, dan zou ik maar eens 14 dagen uit bed blijven. Zeg, mevrouw, ik zit paraat, hoor. U heeft me te kikken, mevrouw, er dan bij. Ja, ik zeg, weet je wat het ergste is in zo'n... praktijk? Dat zijn de zogenaamde simulanten, zeg. De smoesiesmakers. Hè. Mensen die dan je spreekkamer binnenkomen van... Dokter, als ik zo doe, dan doet het hier pijn. Ja, wat moet je dan? Ik zeg altijd dan voorlopig, maar niet meer zo doen dan. Of dokter, wil u hier eens luisteren? Ik zeg, wat is er dan? Ja, hier klopt iets niet. Ja, ik heb zo'n grappenmaker gehad, zeg. Die vent, hè, die bestond het,
Die kwam iedere dag met een ander smoesie. Een keer was hij er niet. Ik zeg, volgende dag, wat was je gisteren? Hij zegt, oh, dan voelde ik me niet lekker. Hij is nog godzijdank dood, hoor. Maar... ja, tenminste, dat zei hij door de telefoon, hoor. Ik heb ook eens een pief gehad, hè. Ja, maar dat was een arme kerel. Dat kon je zo zien aan de kleding. En ik schreef het altijd op, hè. Wat ik zie, schrijf ik op. Dat is gewoon... Als de patiënt binnenkomt, kun je de halve diagnose stellen. Verdomd, dat is niet erg. Dus ik schreef op arm, hè. Ik denk, dat weet ik alweer. Maar die man, die neemt een zakdoek uit zijn zak, hè. En die begint zijn neus te snuiten. Maar op een dergelijke merkwaardige wijze. Keihard. Hoet, hoet. Zo. Ik denk, dat is een vreemde snuiter. Ja, maar wacht nou even. Maar de... ja, maar dan kun je nagaan wat ik al wist. Dat was een vreemde arme snuiter. Dat kun je nagaan. Ik zeg, en dat hij, heb je dat vaak? Hij zegt, nee, maar alleen nu. Ik ben moeder van het wandelen. Ik denk, verrek, waar ken ik die vent nog van, hè? Ja, ik neem geen enkel risico, dus ik heb die man helemaal onderzocht, maar had geen fluit. Ja. Misschien gehad in zijn mantelzak. Ja. Ik zeg, beste kerel, wat is jouw beroep? Hij zegt, dokter, ik ben fluitist. Ik zeg, had je wel eens eerder moeten zeggen, dan heb je de ziekte van Pfeiffer. Ja, ik heb je nooit dat ijzersterke verhaal gedaan. Ik heb namelijk eens een bevalling meegemaakt. Nee, maar dat is ongetwijfeld de gekste bevalling die ik ooit heb meegemaakt. Dat steen over. Dat speelt zich af op Sinterklaas. De avond voor Sint-Nicolaas. En dat is een jaar of vijf terug. Steen over. Daar is een jong echtpaar. Die luidjes hebben nog geen kindertjes. De eerste is op komst. Zij is pakweg 8,5 maand in verwachting. En die luidjes, die halen het in de bolle hoofd. Op een gegeven moment om bij die buren Sinterklaas te gaan spelen. De rolverdeling is als volgt. Dus die man die verkleedt zich als Zwarte Piet en zij als Sint-Nicolaas. Hè? Met zo'n tabbert aan, zo'n positietabbert. Enfin. En die luidjes opgewekt naar die buren. Voor deze gelegenheid dan maar niet over het dak, maar gewoon over straat. Hè? Wat ook niet zonder risico was, want het was een beetje glad. Maar Piet zei, er wordt gestrooid, dus... dan, ja. Goed. Die luidjes komen bij die buren aan. Het wordt een verdomd aardig feestje, maar op een gegeven moment is het volgende incident vermeldenswaard. Kijk, zij staat op het punt de vrouw des huizes een chocoladeletter te geven. Een M. Toen kreeg ze zelf een W. Ah, dit was geheel buiten verwachting, uiteraard. Die luidjes schrikken zich dood. Als de donder naar haar eigen huis terug. Ik word daarbij geroepen. Ik ben 5 minuten later ter plaatse. Nou, wie schetst mijn verbazing over wat ik daar aantref? Niemand die mijn verbazing zou kunnen schetsen. Tja, moet ik het zelf doen dus. Ik kom naar de trap op. Ik struikel over een staf. Ik ga de slaapkamer binnen. Wie ligt daar te bed? Sinterklaas! De baard boven de dekens. En de zak stond ernaast. Dat is nou de Sinterklaas met die baard. En daar is een afschuwelijk misverstand geloof ik. Nee, die stond aan de andere kant. Nee, wacht even. Nee. Oh, Zwarte Piet was helemaal in paniek. Zwarte Piet trok wit weg. Dat kon je zo zien. En die stond nog met zijn handen vol met lekkers. Hè? En dan stond hij maar... Dokter, zou het nog lang duren? Ik zag Zwarte Piet, ik waag mij niet aan speculaties. Ja.
Ja, dat was mijn eerste gecostumeerde bevalling. Het zal voorlopig ook wel de laatste zijn, denk ik. Dat is een doe-het-zelf-geval. Ter wereld in zo'n huis vol met zekerheden. En nou sta ik op straat met een handvol vragen. Ik weet eigenlijk alleen nog dit. Dit. Dit is wat er klaar lag voor u werd geboren. Luiers, onderleggers, babytruitjes. Navelbandjes. Dekentjes. Drie van die kleine lakentjes. En 18 spelden. En dit? Is wat er overblijft. Nadat je bent vertrokken. 2 prauwen schoenen. Bril. Vulpen. Portefeuille. Een beetje geld. Een paar foto's. Pijp in tabak, sleutels en een horloge dat stilstaat. Nou. 2 inventarissen. Hier tussenin speelt het zich af. Geboren worden, eten en slapen, lachen en huilen, naar het voetballen kijken, over auto's praten en sterven. En geen mens is vrijwillig gekomen. Wie zal er nou vrijwillig vertrekken? Waar komen we vandaan? Waar gaan we in godsnaam naartoe? Ik vind het toch een gekke situatie waar we in terechtgekomen zijn, hoor. Je zit hier tenslotte op een verdwaalde planeet. Die ze aarde noemen. Het ding draait alsmaar om een ster. Maar het beweegt zich nergens naartoe. Ik zit hier alweer ruim 40 jaar, zeg. Ruim 40 jaar. Ik werd hier ooit geboren. Ik kwam hier zonder dat ik het wist. Nou, toen ik eenmaal wist dat ik bestond, toen was ik gelijk altijd dood veroordeeld. Nou, zo zit je hier met z'n 3 miljarden. En geen mens weet hoe of wat, hè. Die het antwoord weet is een dood. Je zwerft hier wat rond op een ruimtevlot. Er zijn al eeuwenlang schipbreukelingen. Ik zit vast te denken, zou de stuurman destijds gered zijn? Toen ik hier pas was... Toen zei ze, de stuurman. Oh, die is achter de sterren. Alles is goed. Hij houdt ons in het oog. Maar later, zeiden ze, zijn grote mensen die ze verkleden. Sinterklaas bestaat niet echt. Ja, maar wat is dan achter de sterren? Als er niks was, zou je misschien sterven van angst. Dan zeggen ze, ja, maar dan moet je wat geloven. En wat moet je dan geloven? Ja, je moet iets geloven. Zomaar wat geloven. Dan begint alle narigheid weer van voren af aan. Kent ge het lied van zomaar wat, dat anders niks te zeggen had? Dan zalig zij die zomaar wat geloven. Want dat lied van zomaar wat, dat anders niks te zeggen had, werd gepredikt in de kerken, werd geheiligd tot moraal. Werd gebeiteld in de zerken, werd verheven tot een taal. Kent ge dat lied van zomaar wat, dat anders niks te zeggen had? Dan zalig zij die zomaar wat geloven. Want dat lied van zomaar wat, dat anders niks te zeggen had. Maakte leiders potentaten, liet het priesterschap ontkracht, baar de duivels advocaten. Schiep de wolf in schapenvacht. Kent ge dat lied van zomaar wat, dat anders niks te zeggen had? Dan zalig zij die zomaar wat geloven.
want dat liep van zomaar wat, dat anders niks te zeggen had. Banden volken uit hun landen, hield de beulen op de been, liet de heksen levend branden, stil de honger met een steen, bracht de pelotons te velden, plantte trauma's in het kind, maakte non-valeurs tot helden, sloeg de ogen eeuwig blind. Dat deed het lied van zomaar wat, dat anders niks te zeggen had, dan zalig zij die zomaar wat, die zomaar wat, die zomaar wat, die zomaar wat, die zomaar wat geloven. Tijd dat ik zo was, nog lang niet verliefd op je was. We zaten op school met z'n tweeën en nog wel in dezelfde klas. Nou, dat wij nog ooit zouden trouwen, dat zat er toen echt nog niet in. Want jij haalde altijd de plussen en ik haalde altijd de min. Maar nu is het allemaal anders. We zijn al een tijdje getrouwd. Rapporten liggen op zolder. Plussen en minnen, ze laten ons koud. Toch zat ik ineens te bedenken, al zijn die rapporten voorbij, mijn liefje, wat zou er van worden, als jij nu een rapport kreeg van mij. Nou, voor rekenen kreeg je een vijfje, ja. Een zes zit er echt nog niet in, hoor. Voor je koffie gemiddeld een zeven, maar voor je bami een drie met een min. Voor het ragoetje van zondag, een zesje. Vlees zat er geloof ik niet in. Voor je kapsel, een vijf en een half. Maar voor dansen, een vier met een min. Maar voor jouw minnen, kozen en kussen, koos ik een tien met tien plussen. En als ik de kans kreeg, kreeg je een elf. Voor al jouw liefde, voor jouzelf. Maar voor jouw minnen, kozen en kussen, koos ik een tien met tien plussen, een tien met tien plussen, voor minnen en kussen, een tien met tien plussen, een tien. Als de tienerzangeressen liefdesliedjes gaan zingen op de festivals, dan wil ik het ook wel eens proberen. De zogenaamde weggooiartiesten, weet je. En Sonja, vind je het niet geweldig dat er van jou een LP is gemaakt? Oh meneer, fantastisch. En je kunt vertellen, met welke song heb jij het zover gebracht? Met All You Need is Bluff, meneer. En ben je nou niet bang dat er een hond naar luistert? Nee meneer, want het is His Master's Voice. Zo'n beetje heese stem, dames en heren. Ik weet ook niet waarom, maar het is heel subtiel namelijk. Ieder beroep heeft zijn eigen stem. Ligt heel subtiel. Pianostemmer moet anders praten dan een dokter, waar of niet. En een wielrenner moet weer anders praten. Een wielrenner die geïnterviewd wordt voor de radio, die moet zeggen van, nou gisteren lagen we dus in de etappe naar Pepe Jan, lagen we dus aankoop, houden we morgen in het algemeen klasse met één goede beurt te maken, we blijven trainen, want dat is dikke neus. Ja. 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 Dat moet zo, want je zou schrikken als het anders ging, zeg. Stel u voor, een wielrenner in een interview die gaat zeggen van, inderdaad, we hebben vandaag verrukkelijk gefietst. Man, ik kan niet fietsen, dan kan je zo, hoor. Ja. Ander beroep, neem nou een generaal. Een generaal moet kort afspreken. Die moet zeggen, mannen, zo dadelijk gaan wij in de aanval. Dat is de generaal. Stel u voor, een generaal die gaat zeggen van, nou jongelui, als de vijand komt, is het uitkeken geblazen, ha? Zeg maar, ieder beroep heeft zijn eigen stem, hè? U kunt het zelf controleren. Daarvoor, u houdt iemand aan op straat, een wildvreemde meneer. En u zegt, meneer, wat is uw beroep? Hè? En die man zegt, nou jongen, ik heb nou weer een baantje. Je lacht je eigen rot, jongen. Ik zit tegenwoordig aan de universiteit als professor in de sterrenkunde, weet je wel. En, Dat kan niet, hè. Zover zijn we nog niet. Nee. Nou, ander beroep. Een vakbondsleider. Een vakbondsbonds. Ja, een vakbondsbonds, dames en heren.
die moet de leden van de vakbond manhaftig toespreken. Hè? En duidelijk maken waarom er wederom niet gestaakt kan worden. Hè? Die moet zeggen, mannen, aangezien de gehele stakingskast van onze vakbond belegd is in aandelen van deze fabriek, past het ons niet hier een staking te beginnen. Krachtig, ja. Ja, afgezien van de inhoud. Ja, maar zo moet dat. Nu zou schrikken als een vakbondsleider anders ging praten. Stel je voor, een vakbondsleider bij het hek van een fabriek die gaat zeggen van... Ah nee, arbeiders, toe nou, doe niet eng. De beste man, maar het is geen vakbondsleider. Nou, er is wat afgestaakt laatst. Alleen de spoorwegen mochten niet meedoen, hè. Dat mocht niet van de rechter, zeg. Van de linker mocht het wel, maar van de rechter mocht het niet, hè. Ja, zo'n rechter denkt, pakken ze eerst die rijbewijs af. Kun je ook niet met de trein. Ja? Ja? Ja. Nou, het is toch nog gauw voor elkaar gekomen in 3 jaar, vindt u niet? Ja. Ja. Dat is geen klassejustitie, dat is standrecht. Dat weet ik. Maar het is echt waar. Stemmen horen bij beroepen. Als u ontwinkelen bent in de Bijenkorf, dan verwacht u van de omroepster een bepaalde stem. Meneer Meijer, 2412. Meneer Van Mierlo, D66. Kinderen van Dalen, oma afhalen bij klantenservice. Ja, waarom mag een oma nooit wegraken? Dat is onzin. Ja, ik weet wel hoe het komt hoor. Want als een oma en een kind elkaar kwijtraken, dan zeggen ze altijd, kind is weggelopen. Maar dat is helemaal niet zeker. Nou, ik kom nooit in die Bijenkorf. Ik heb het allemaal genoeg gezegd. Ik kom nooit in de Bijenkorf. Ik vind het zo'n rare zaak. Irriteert me enorm. Die spreuk op de gevel. De Bijenkorf heeft het. Ja, ik heb het ook wel eens, maar dat zet je toch niet op de gevel. Oh, weet u waar ook zo mooi omgeroepen wordt? Op Schiphol. Oh, maar op Schiphol gaat het wel heel anders, hoor. Op Schiphol gaat het zo. Ding-dong. Passengers for London, exit 22 as soon as possible. Ja, dat moet zo, anders reageert er niemand. Nee, dit hebben TNO helemaal uitgevloeid. Ja, je hebt iemand laten omroepen van persoon in alle landen, maar naast de zouden meter uitgaan, 22. Ik had ook niet gereageerd. Ik had gedacht, ja, chartervlucht van de boerenpartij. Of zo. Nee, maar echt door stemmen horen bij beroepen. Een heel klassiek voorbeeld is de hoorspelacteur. Een hoorspelacteur moet op een bepaalde manier praten. Hè? Ja, anders mag je niet meedoen. Nee, dat mag ik niet meedoen. Ja, stel je voor dat ze in een hoorspel gewoon gingen praten. Zeg. Het zou een afgang zijn. Ja, dan zou je zeggen, dat is geen hoorspel, dat is echt. Mr. McDonald, weet u wel zeker dat u het lijk in de goede koffer hebt gedaan? Wat bedoelt u? Ik twijfel er niet over van. Ik heb een hoorspelacteur ontmoet een keer, in Natura. Ik denk, ja, nou vraag ik het gelijk. En ik heb ook gevraagd, dus ik neem niet kwalijk. Maar... Waarom praat u vaak zo, zo onnatuurlijk? Hè? Weet u wat het antwoord was? Onnatuurlijk praten? Hoe bedoelt u? Nou zeg, als ze op de radio helemaal geen raad meer met ons weten, dan komt er tegenwoordig altijd weer een actualiteitenrubriek. Hè? Dat vind ik zoiets moois, zeg. We hebben er ongeveer 90 nieuwsuitzendingen per dag, geloof ik, hè. Maar ja, je weet maar nooit wat er in die tussentijd nog kan gebeuren. Dus, ja, gaan ze de tussentijd opvullen met actualiteitenrubrieken. Dan gaan ze al die mensen van het nieuws weer opbellen. Dan krijg je het nieuws nog eens, maar dan door de telefoon. Ja, dat is dan voor de liefhebbers van... Pa-pa-pa-pa, actualiteiten. Vandaag de volgende onderwerpen. Te weinig urinoirs in New York. Knikkertijd in Londen. En ernstige ongeregeldheden in Manipur. Correspondent Jan Klaassen in Manipur. De toestand is hier buitengewoon verwacht. Ja, anders wordt hij teruggeroepen. Zij zorgt wel dat het verwacht blijft. Ja, nou. Buitengewoon verwacht. Revolutionaire elementen hebben allerlei vernielingen aangericht. In de haven is een rubberboot opgeblazen.
Op het vliegveld is een vliegtuig de lucht ingevlogen. En in een broodjeswinkel is de staat van beleg afgekomen. Oh, dat hoor je ook nog wel eens op de radio. Een enkele keer, zeg, met de feestdagen, met kerstmis ook. En misschien vandaag ook op Driekoningen. Het is vandaag Driekoningen. Ik vind een geweldig feest, Driekoningen. Dan vieren wij namelijk dat er 3 wijze mannen waren die aandacht schonken aan een sterreclame. Dat is daarna nooit meer voorgekomen. Nee. Maar het viel mij op, met de feestdagen hoorde ik het weer. Dit programma namelijk Groeten aan Zeevarenden en Emigranten. Emigranten ook, ja. Dan heb je dus een hele studio vol met familieleden. Een schatten van mensen. Die mensen zijn doodnerveus. En de enige die dan niet zenuwachtig is, dat is de omroeper. En die mag altijd beginnen. En dan staan we hier weer met een groepje familieleden. En de eerste groet gaat naar de familie Schouten in Montreal. Hier spreekt uw vader. Moet ik hier praten? Beste Jan en Miep, dit is de stem van je vader. Met ons is alles goed. Henk is gezakt. Ria is ontslagen. Tante Marilla in het ziekenhuis. Je vader. En als tweede is hier ook nog uw tante Jo. Niet gedacht, hè? De stem van tante Jo ook nog te zullen horen. Ook nog te zullen horen. Jongen, hoe gaat het met jou? Gezondheid. Jongen, hoe gaat het met jouw gezondheid? Met die van mij gaat het goed en dat is altijd het voornaamste. En nu over oom Karel. Oom Karel is niet meer ziek. Wij hopen van jou hetzelfde. Nou, jongen, gedraag je als een man. Tante doet het ook. Ali was een beeldig bruidje. Ze had zich helemaal van kant gemaakt. Nou, jongen, mijn tijd is om. Tante maakt het niet lang meer. Nu maak ik er een eind aan. Het tweede deel van Driemaal Andermaal kunt u bij de VARA zien over 4 weken op vrijdag 11 januari aanstaande.